ben Deste Kanaert, chef van Barbelo Zedelgem. Opgegroeid in Tielt, een warm gezin. Als peuter wou ik al kok worden. En mijn ouders hebben een eigen moestuin, een eigen boomgaard. En als ieder Vlaams gezin gaan we iedere week naar de markt op vrijdag. Ieder zaterdag naar de boerenmarkt. En op die manier heb ik dat toch wat meegekregen. De eerste stopplaats was Oud-Sluis, onder Sergio. Heel veel uurtjes ook. En wel heel veel werkethiek en discipline meegekregen ook. Daarna La Durée, onder Angelo Rossel, 6 jaar. Geëindigd als souschef. Het was een zeer goede leerschool. Dan Air Republic, onder Nicolas Misera. Toch de eerste stap is aangekregen hoe ik als chef de nodige ambiance in het team kan houden. En dan aan de slag gegaan in Barbelo Zedelgem. Dat was een hele mooie start. Eventjes kunnen meelopen met Hert ook in de Botanic. En met mijn collega Koen in Barbelo Antwerpen. En dan gestart in Zedelgem. We hebben een open keuken. Voor mij is het heel belangrijk de interactie met de gast ook. Hoe dat ze de beleving aanvoelen. En zorgt ook voor een gemoedelijke huiselijke sfeer. Ik ben Emiel Moerman, ik ben restaurantmanager bij Barbelo Zedelgem. Ik heb eigenlijk oorspronkelijk geen horecaopleiding gedaan, maar ik was wel sowieso van vroeger al geïnteresseerd in lekker eten, aangename bedienen en aangename tijd samen hebben en daar ook dat werkelijkheid maken, dat deel van uitmaken om daarvoor te zorgen. De feest die we samen hadden bij Pasen, Sinterklaas, Kerstmis. En dat hielp ik eigenlijk zelf ook met de invulling aan de champagne schenken en dergelijke meer. Dat echt wel die gezelligheid van een familiefeest. Wij vinden het heel leuk om met een tafellaken te starten, een blanco canvas waar je van kan vertrekken. En vandaar bouw je uiteraard alles op. Alle functionele zaken die je nodig hebt. Bestek, borden, een serviet, glazen, kaarsen, bloemen, andere decoratie. Die natuurlijk nog iets extra geven. Een mooi evenwicht tussen de twee. Met de feestdagen zijn we niet open, maar hebben we wel de menu voorzien in een foodbox. Die de mensen kunnen afhalen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. En dan kan je ook lekker thuis genieten van onze gerechten zonder de nodige stress. We hebben een feestelijk menu voor de gast voorzien. We hebben coquilles, volop in het seizoen, gecombineerd met Zuiderse aromaten, broodcroutons, om af te werken. Dat je een beetje speelse structuur hebt van het moelleu, van die saus en een krokantje erbij. Dan hebben we de gevulde maiskip. Ik vind het altijd feestelijk, iets dat gevuld is. Het geeft een bepaalde heimwee naar vroeger. Zoals bij mij was thuis, met de feestdagen ook. Deze vullen op met champignon. Voor de gast thuis kan die ook altijd eventueel extra truffel in doen. Dragonjus erbij en schorsie neer. Als dessert hebben we een crumble van veenvest. Eigenlijk in 3 laagjes. Franse pannendeeg, de veenvestkompot en dan een mooie crumble.